Sultan Barzel kende Aisha. Sultan Barzel, de jongen die zichzelf in Bagdad 2 weken geleden opblies, kende Aisha, de Maastrichtse jihadbruid die vorige week terugkwam uit Syrië. Ze kenden elkaar van de basisschool, hebben bij elkaar in de klas gezeten. Zou die school daar een taak in kunnen hebben bij het tegengaan van het radicaliseren van jongeren? Moet de school aan de bel trekken? Sjeraan de Lede is onderzoeker van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme Universiteit Leiden. Welkom. Dank u. Valt die school iets te verwijten? Ja, dat is eigenlijk best wel lastig. Het probleem met radicalisering en vooral met signalen van radicalisering is dat die lastig te herkennen zijn. Het is heel moeilijk om dat te identificeren. Maar als iemand in bepaalde kleding naar school komt, ja, ineens, dat is toch wel een aardige hint. Ja, maar het kan ook een teken zijn dat iemand strenger in de leer wordt. Daar is in principe eigenlijk helemaal niks mis mee. Nee. Dus in hoeverre is dat een signaal van radicalisering en worstelt iemand of speelt iemand met het idee om richting Syrië te gaan? Of neemt iemand zijn religie gewoon veel serieuzer en daar moet je voorzichtig mee omgaan? U vindt het een niet een indicatie voor het ander? Niet per se, nee. Mm-hmm. Het zou wel een indicatie kunnen zijn, maar het is niet het enige. Dus mm-hmm. Je kan niet iedereen die beslist om op een bepaalde manier naar school te komen met een bepaalde kleding of een baard laat staan, verdacht maken van sympathiseren met IS. Nee. Ja. Zometeen meer over dit onderwerp. Ja, nou is Aisha, waar we het net over hadden, niet het enige meisje die richting Syrië gaat. Nee. Steeds meer meisjes gaan daar naartoe. Hoe groot is dat probleem? Nou ja, het is wel iets wat zeker aan het toenemen is. Er zitten volgens de laatste berichten die ik heb gekregen ongeveer 41 meiden in IS-gebied. Nederlandse meisjes. Nederlandse meiden, ja. En dat is gewoon, dat zijn er natuurlijk best wel veel. En zeker met het uitroepen van het kalifaat van al-Baghdadi zie je dat dat toeneemt. Dus ja, zeker wel een probleem. Wat zoeken die meisjes daar? Ja, ik denk dat zich heeft ontwikkeld ook. In eerste instantie, toen het allemaal pas een beetje begon, zag je weinig vrouwen. En de vrouwen die gingen echt uit humanitaire overweging, die een rol wilden spelen binnen die jihad, de burger daar beschermen. Maar ja, nu zijn we natuurlijk veel verder en met het uitroepen van het kalifaat. Het is geen front meer, het is een land geworden. En er wordt natuurlijk nog steeds wel gevochten, maar vrouwen spelen een rol binnen het opbouwen van het kalifaat. Vaat. Hoe dan? Nou, meer als ondersteunend. Dus in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Of ze reizen mee met hun mannen. Ze trouwen daar. Of ze zijn getrouwd en gaan met hun mannen die kant op. Het opvoeden van kinderen. Vrouwen zijn natuurlijk in zekere zin de bouwstenen van een samenleving. En dan weten we van die Aisha dat die min of meer verliefd is geworden op een jihadheld. Ja. Is dat ook een mechanisme dat je vaak terugziet? Ja, je ziet het wel, dat een rol speelt, maar daar zou ik het niet mee af willen doen. Er zijn ook zat vrouwen die inderdaad vanuit eigen overtuiging die kant op willen gaan. Ja, ja, dus inderdaad meer in de zin dat ze in de islamitische helstaat willen leven. En wat je vaak hoort is dat ze inderdaad het gevoel hebben dat zoals zij willen leven, dus volgens de sharia eigenlijk, dat kan niet in een westerse samenleving. Dat kan niet in een land als Nederland. Dus het geloof wat strenger beleven, daar is de ruimte hier niet voor. Nee. En de ruimte is er daar wel voor. Ja, en ze willen dan tenminste, het is lastig om te generaliseren, maar ja, veel vrouwen willen inderdaad niet in het land van de ongelovigen leven. Dus voor zover ze weten zijn van die 41 Nederlandse vrouwen die daar zijn, die zijn is er geen één van gedwongen daarheen gegaan? Ja, die uitspraak zou ik nooit durven maken zo natuurlijk. Maar wat je vaak ziet is de beeldvorming omtrent die vrouwen duwt ze eigenlijk als het ware in een soort slachtofferrol. En dat hangt samen met ideologieën waarbij er sprake is van een sterke scheiding van seksen. En zeker in het geval van de orthodoxe islam, waarbij de kleding van de vrouw op een bepaalde manier is, hè, dus mm-hmm. gesluierd. Wat vanuit ons westers perspectief heel moeilijk te bevatten is, dat een vrouw daar uit eigen beweging voor kiest. Maar dat is eerder ons probleem, dat is eerder gebrek van ons. Nou ja, het is meer dat wij daar op die manier naar kijken. En als je die meiden spreekt, die dus inderdaad compleet gesluierd zijn, ja, die lachen daarom als jij zegt van ja, jij bent onderdrukt. En die meiden die zijn echt wel mondig genoeg. En dat is een uiting van zichzelf. Van ik maak zelf
wel uit wie mij ziet en precies. Wie mij niet ziet. En, precies, ja. Straks praten we verder over die meisjes. Gisteren hier het verhaal van de vader van Sultan Barzel. Hebt u het misschien gezien? Ja, ik heb het gezien. Ja. Ja. Die vader zei hier, vertelde hoe dat allemaal gekomen is, dat Sultan zichzelf uiteindelijk in Bagdad waarschijnlijk dan opblies. In de 3 maanden tijd dat hij thuis zat, dat hij geschorst was van de Leeuwenborg-opleiding, de opleiding die hij volgde in Maastricht, radicaliseerde die. En zat hij boven op zijn kamertje. Kijk even wat de vader van Sultan gisteren zei. Die jongen had alle vrije tijd om heel veel activiteiten te doen. Dus die zat de hele tijd thuis. Dus die 3 maanden dat hij weggestuurd van school is. Toen heeft hij dan de hele tijd ook thuis gezeten. En ik ben ook ziek een beetje. Dus ik ben ook vaak thuis. Dus ik zie hem altijd hier. En die was altijd op zijn kamer. Altijd in het internet. En dus 3, 4 maanden lang. Ja, die jongen die had heel veel veranderd eigenlijk. Ik heb heel veel gezien aan die jongen. Die jongen was niet zichzelf niet. En hij ging altijd gewoon op zijn kamer, alleen. En hij vertelt mij ook, papa, je ziet toch dat wij toch niet hier welkom zijn, zegt hij. Ja, dus het verhaal is dat hij geradicaliseerd zou zijn terwijl hij van school geschorst was. En de vader maakt de school ook verwijten dat ze die signalen niet eerder hebben opgepikt. In Venlo staat de vicevoorzitter van het Provinciaal Platform Minderheden in Limburg en van de Limburgse Islamitische Raad, meneer Sadane. Meneer Sadane, verwijt u die school ook wat? Zeker in tot een bepaalde hoogte, zeer zeker. Ja, hoe had de school kunnen ingrijpen, denkt u? Als ik gewoon... Nou, ik zie, althans als ik dat verhaal van die vader gewoon goed beluisterd had, dan vind ik dat wanneer is dat kind echt begonnen met de radicalisering op het moment dat hij geschorst is vanuit de school. Op het moment dat hij gewoon naar huis is gestuurd, en toen is dat begonnen. Maar ook vooraf, waarom is hij geschorst van de school? Hij is op een excursie geweest naar Den Haag. Dan heeft hij gewoon iets gezien wat hem heel erg aangeraakt heeft. Want hij heeft gezien dat gewoon gespot wordt met zijn profeet. En dat heeft hem echt helemaal doen uit zijn doen springen. En dan krijgt hij van de school gewoon een straf. Dus dan betekent voor die jongen op dat moment dat de school ook eens is met hetgene wat ook hij heeft gezien, wat helemaal niet een strook met zijn geloof op. Sterker nog, wat helemaal beledigend is eigenlijk voor zijn geloof. En dan wordt hij gewoon daarvoor gestraft door de school. Maar had hij niet gestraft moeten worden dan? Was hij een klein beetje... Ik denk dat hij gewoon, hij had natuurlijk gestraft moeten worden, maar niet op de manier dat hij gewoon naar huis toegestuurd wordt. En gewoon voor x aantal maanden. Hij had misschien, hij heeft iets kapot gemaakt daar in dat museum in Den Haag. Dan had hij gewoon geld moeten krijgen dat hij gewoon iets heeft kapot gemaakt. Maar niet hem gewoon naar huis toe te sturen en gewoon hem te sanctioneren door naar huis toe te sturen vanuit de school. Meneer Sadane, wat dan wel? Ja. Wat had die school kunnen doen? De school had tenminste gewoon met de jongen moeten gaan praten. Of gewoon iemand anders had in moeten schakelen. Om met die jongen te praten. Waarom deed hij dat? Voordat hij gestraft werd. Waarom deed hij dat? Waarom? En als die jongen gewoon in de gelegenheid gesteld was geweest om te vertellen waarom dat hij dat gedaan heeft. Dan had hij misschien in de plaats van dat hij naar huis gestuurd wordt voor 3 maanden of 4 maanden. Misschien had hij begeleiding gekregen om toch niet zo ver te komen in zijn radicalisering. En bij die dan vader hadden daar ook alarmbellen moeten gaan rinkelen bij die vader toen hij merkte dat die jongen 3 maanden op zolder zat? Exact. Exact. Exact, dat is ook datgene wat wij ook 2 weken of anderhalf week geleden ook hebben gezegd. Want die symptomen, wat die vader eigenlijk verteld heeft, die vader die heeft zeer zeker kunnen merken dat de jongen zich heel sterk aan het radicaliseren is. Datgene wat ik gezien heb, hoe hij zijn kamer heeft ingericht, dat hij gewoon één dag, dus om de dag vast, dat hij helemaal niet meer naar beneden kwam, dat hij altijd gewoon bij internet bezig is. Dat zijn echte sterke aanwijzingen voor radicalisering. En de vader had zeer zeker ook moeten ingrijpen om de helpende instanties voor die jongen in te roepen om die jongen te helpen. Okay, zeer zeker. Ik vind gewoon de dank vader u wel voor nu even. Ik wil even van mevrouw De Leden horen of ze dat ook vindt. Als ze die kamer net zagen. Ja. Is dat nou een teken van iemand die geloviger wordt of iemand die aan het radicaliseren is? Nou ja, voor zover ik dat kon zien,
vind ik dat eigenlijk inderdaad een teken dat iemand gewoon geloviger wordt. Je ziet geen, tenminste wat ik heb gezien, dan geen vlaggen van IS. Zulke soort dingen. Ik denk dat dat eerder een signaal zou zijn. Maar tegelijkertijd is hij wel geradicaliseerd, want hij heeft zich een paar weken later opgeblazen. Ja dat vond ik een heel... Een heel raar, niet een heel raar verhaal, maar wat die vader vertelde inderdaad, van dat het dat die jongen uit humanitair oogpunt eigenlijk daar naartoe wilde en best wel veel contact heeft gehad en heeft verteld wat hij daar deed. En dan opeens dit. U vond dat raar? Nou, heel bizar. Ja, vond ik, schrok ik echt dat heel erg. Dat is niet zoals van. Het normaal loopt. Normaal krijg je duidelijkere, heldere signalen. Nou ja, dat is lastig te zeggen. Maar als je de verhalen van die jongen hoort en wat hij daar deed en hoe hij inderdaad met zijn vader sprak, die filmpjes die we dan zagen, wat die jongen aan had, dan vind ik het inderdaad een hele heftige stap naar zo'n zelfmoordaanslag. Even nog naar die meisjes. Die meisjes, u zegt het gaat nu over 41 Nederlandse meisjes. Ja. Hoe houden we die meisjes tegen? Ja. Wat denkt u? Dat is heel moeilijk. Omdat ik maar denk waar dat... begint het? Begint het bij die scholen? Begint het bij ouders thuis? Ja, het is een samenspel van, denk ik. Je hoort toch ook best wel veel verhalen van ouders, van meisjes die inderdaad vertrokken zijn. Waarvan zeggen we nou, dit, echt flabbergasted, gewoon geen flauw idee, dit absoluut niet aanzien komen. Dus het is, die signalen, dat is gewoon heel lastig. Ik denk de enige manier om daar echt goed iets over te kunnen zeggen is door verschillende verhalen naast elkaar te leggen en te kijken van nou, wat zien we nou precies? En waar dan nog, ja, en dan nog is dat heel lastig, want ja, het is een heel complex samenspel van verschillende factoren. Wat de een meemaakt, waardoor iemand zeg maar die kant op gaat, ja, dat hoeft voor iemand anders diezelfde consequenties absoluut niet te hebben. Ja, ergert u zich dan aan de verhalen in programma's zoals deze, waar meteen om een oplossing wordt gevraagd, een kant-en-klare oplossing liefst? Nou ja, ik begrijp heel goed dat daar behoefte aan is. Ja, natuurlijk, want dit is... Op deze schaal zo hebben we dit nog niet eerder gezien. En het is een heel groot maatschappelijk probleem. Wel een groot maatschappelijk... Ja, natuurlijk. En iedereen die wil daar iets over zeggen. Iedereen wil daarover meedenken. Iedereen heeft daar mening maar over. Maar hoe kun en dat je nou is, tot een doorbraak komen daar? En met het antwoord geven op die vraag onderzoek? Ja. Praten met die mensen die daar zijn en die weer terugkomen ook? Misschien met mensen inderdaad die terugkomen. Ik bedoel, radicalisering is niet alleen van deze tijd. Dat zien we door de eeuwen heen natuurlijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar extreem links. Er zijn ook mensen die inderdaad bij een terroristische of een extremistische organisatie aangesloten zijn geweest. En die op een gegeven moment daar afstand van doen. Door wat voor reden dan ook. Nou ja, dan zou ik denken, laten we eens... daar goed naar gaan kijken. Hoe is dat nou in zijn werk gegaan? En de link die er was tussen Aisha en Sultan, verontrust u die? Je zou bijna gaan denken aan een groep. Nee, van... dit is gewoon een netwerk natuurlijk. Die mensen, die kennen elkaar allemaal. Dat blijkt nu, ja. Ja, maar dat... Ja. Dat is niet opvallend, dat is eerder logisch. Gebruikelijk. Ja, dat denk ik wel. Dat vindt u geen verrassing? Nee, absoluut niet. Okay. Nee. Dank u wel. Graag gedaan.